Dit is wel de thuisbasis natuurlijk. Ja, hier voel ik me thuis en het is altijd fijn om hier gewoon in de rust thuis te komen. En gewoon de mensen, nou ja, die ik hier ken, een praatje mee te maken en gewoon weer gewoon in ons Brabant te zijn. Ja. Ja, als je dat terugkoppelt naar je succes, is dat de basis van het succes? Nou ja, de afkomst die helpt, die vormt je wel natuurlijk. Ten eerste je karakter en het gezin, maar waar je vandaan komt is ook wel essentieel. En ik denk dat misschien niet zozeer in de sport, maar uiteindelijk gewoon je karakter vormt. En dat gaat dan ook weer je sportcarrière, dat neem je ook mee in je sportcarrière natuurlijk. Ja, vind je het bijzonder? Je woont nog met heel de familie samen. Ik heb ook niet de indruk dat je dat wil veranderen. Dat is apart, niet iedereen pakt het zo aan. Ja, ik heb wel een kamer gehad in Nijmegen. Maar inderdaad, ik vind het hier gewoon fijn om hier thuis te komen. Zeker als ik, uit een of ander ver land kom en dan hier gewoon weer thuis kan neerstrijken. En nou ja, ik heb altijd een goede band met mijn ouders en mijn broer gehad. Dus ja, ik heb er nog niet zoveel problemen mee. En zolang ik veel op pad ben, is het gewoon heel fijn om af en toe thuis te kunnen zijn. Kan je in de stad wonen? Is dat iets voor jou? Nee, ik zou echt, echt opgesloten voelen. En ik zeg al, in Nijmegen zat ik dan wel in de stad en dat is op zich nog wel redelijk dorps, dus dat is nog wel prettig. Maar vooral ook de drukte en de stress van de stad, dat trekt mij gewoon totaal niet. Dat zou ik niet lang volhouden. De stap naar het crossen, is dat dan ook een heel logische? Je komt van het platteland, de weilanden liggen om de hoek. Is dat ook je route? Nou ja, bij onze wielerclub waar ik begonnen ben, was als je op de weg ging wielrennen, was het ook logisch dat je 's winters ging crossen. Dus dat was in Drunen bij Presto. Het veldrijden, dat wereldje voel ik me wel echt thuis. En dat doe ik natuurlijk al van jongs af aan. Dus elke keer als ik weer op de fiets stap, ja, dan voelt het heel vertrouwd. En dan voelt de ondergrond vertrouwd. Dus dat maakt het zo mooi. Nou, Meeuwen, Vlierde, Zeeland. Brabant kan trots zijn. Nederland kan trots zijn. De veldrijders zullen blij zijn. Want dit is een podium waar we van kunnen dromen. Op dit moment zijn we met Sanne van Paassen die de wereldbeker wint. Daphne van der Brand die Europees kampioen is. En ik dan als wereldkampioen, als verdedigd kampioen volgende week. Ja, dan doe je dus echt gewoon aan de top mee op alle fronten. En het is heel mooi dat ook aanslaat. Hoe belangrijk is die aandacht voor je? Hoe belangrijk is het feit dat je echt serieus genomen wordt? Dat de tak van sport ook serieus genomen wordt? Ja, dat is fantastisch. Kijk, het is gewoon een hele mooie sport. En je probeert dat natuurlijk uit te dragen. En ja, wij zelf als veldrijders, wij merken hoe mooi die wedstrijden zijn. En hoe leuk het is om te doen, maar ook hoe mooi het is om naar te kijken. Ja, dat moet wel bij de mensen ook gezien worden. En uiteindelijk merk je nu het steeds meer gevolgd gaat worden, dat mensen ook echt enthousiast worden van de sport. Ja, nou las ik een interview met Daphne van der Brand, je concurrenten. Die zei, nou ik heb meermaals gehoopt of gedacht, was ik maar een jongen, dan was het wat makkelijker geweest, had ik meer aandacht gehad. Die frustratie, herken jij dat? En heb je die gevoelens zelf ook wel eens gehad? Nou ja, natuurlijk herken ik het wel. Dat het verschil met mannen op veel vlakken vaak heel groot is. Maar ik heb nooit gedacht van, was ik maar een jongen? Ja, het is nou helemaal niet zo. En ik heb persoonlijk zelf nooit zoveel te klagen gehad. Omdat ik ben natuurlijk vanuit jongs af aan ineens voor de leeuw geworpen. En toen was ik al blij met de aandacht die ik kreeg. En was dat eigenlijk al erg veel. Het veldrijden zelf verdient ook die aandacht. En het wegwielrennen bij de vrouwen ook trouwens. We hebben in Nederland ook, zijn we daar ook topniveau. En daar merk je ook nog wel eens dat er eigenlijk te weinig aandacht is. En het gaat om erkenning en dat mensen zien hoe mooi het is. En ja, daar moet gewoon nog hard voor geknokt worden. En die acceptatie en waardering, die merk ik steeds meer. En het wordt wel steeds beter en daardoor wordt natuurlijk ook de sport professioneler. En dat is een wisselwerking die uiteindelijk ons ook gewoon naar het topniveau moet brengen. En dan ook de gelijke waardering met de mannen moet brengen. Bekend beeld from the United States, Katie Compton. Knappe overwinning, goede overwinning, niks op af te dingen. Ja, ze was heel sterk. Katie Compton domineert eigenlijk alle wedstrijden dit seizoen die ze heeft gereden.
En nou ja, dan kun je wel zeggen dat ze absoluut topklasse is en favoriet voor de wereldtitel. En ja, zo een week voor het WK is het natuurlijk, zit je kort op de wedstrijd. En dan is het, moet er nog wel een paar procent bovenop om haar te kunnen verslaan. Dat merk ik wel. Ja, wij zeiden, we wisten dat ze goed was. Maar hoe jee zo goed? Nou, ik wist wel dat ze goed was. En ik wist ook eigenlijk wel dat ze zo goed was. En niet voor niks heb ik daarom nog echt heel hard doorgetraind de afgelopen weken. Omdat ik wist, ik kan niet met de vorm die ik had, kan ik haar niet verslaan. Dus ik, dan moet je dus nog iets anders uit de hoge hoed toveren. En ik hoop dat ik dat deze week ga supercompenseren. Wat komt er uit de hoge hoed? Je hebt een week tijd om op een plannetje te broeden. Heb je al iets in gedachten? Nou ja, het uiteindelijke plan dat komt de dag voor de wedstrijd of zelfs de wedstrijddag zelf. Ja, maar dus heel bazaal, primitief, zij is te verslaan in de sprint. Ja, dat weet je. Wat dat betreft ken ik mijn eigen snelheid in de sprint, maar dan moet je wel op dat moment daar zitten om überhaupt te kunnen sprinten. Dus, ja, maar dan zou je kunnen zeggen, ik volg. Ja. Hoogrijden, 2009, zo werd je ook wereldkampioen. Ja. Ja, en toen was Compton ook heel sterk en was Koepfenaar ook heel sterk. En nou ja, dat zijn nu denk ik ook de twee grootste favorieten. En ja, dat zou kunnen. Maar goed, het is maar net hoe ik me voel. Ik was daar niet de sterkste. En ja, als dat het geval is, zou dat misschien de tactiek weer moeten zijn. Maar het liefst natuurlijk niet. Ja, ben je bang voor haar? Nou, bang niet. Maar ze is wel heel sterk. Dus het gaat wel heel zwaar worden om haar te verslaan. Dat absoluut. Compton is echt van de power. Die kan, die stoomt overal gewoon doorheen. En daarbij heeft ze ook nog heel veel lef. Is ze misschien niet de meest technische, maar ze heeft wel de lef om overal gewoon in te gaan. En dan maak je misschien een keer een foutje, maar uiteindelijk compenseert ze dat gewoon weer door de snelheid die ze dan gewoon continu wel maakt en meeneemt. Dan moet ik het meer van mijn explosiviteit en nog wat meer bergop en technischere stukken hebben. Slimheid ook? Ja. In sommige gevallen wel, maar uiteindelijk moet je, is cyclocross natuurlijk ook gewoon heel zwaar. En moet je er wel op het juiste moment ook kunnen zitten. Maar zoals hoogrijden was het wel, slimheid weet ik niet. Maar als je dan met z'n drieën komt te zitten, komt het wel een beetje op tactiek aan ook, ja. Ja, in Helden, dat Brabantse wielertijdschrift, de gedichten stonden daarover. Ja, werd je even geleken met een roofdier, een lynx uit mijn hoofd. Ja. Hoe komen ze daaraan? Wat bedoelen ze daarmee? Nou ja, De sluwheid waarschijnlijk inderdaad in de koers. Om dan toch te willen winnen en te wachten op het moment en dan op het juiste moment toe te slaan. Dat is de vergelijking met het roofdier die ze daar probeerden te maken, denk ik. En dat heeft ook wel vaak, slaat dat inderdaad ook wel op de tactieken die ik soms moet gebruiken om te kunnen winnen. Maar het liefst win ik vorig jaar zoals in Tabor natuurlijk. Gewoon de allerbeste ben, maar ja, dat is niet altijd het gevoel. Ik denk dat het nu wel een heel ander verhaal gaat worden. Ja, met andere woorden, de missie om wereldkampioen te worden, om weer wereldkampioen te worden, die is moeilijker dan ooit? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, natuurlijk, wereldkampioen worden is altijd lastig, maar de top is nu heel sterk en het wordt zwaar om weer goud binnen te slepen.